Ja, wat heb je in elkaar geflanst? Nou, ik heb sowieso even een column voorbereid. Maar ik zag ook op Twitter dat Michiel die had Evert Kwok overgehaald. Die tekenaar. Om elke dag om 9:00 een avondkwok te plaatsen. Mm-hmm. Dus ik zei, dan doe ik ook even een paar hele flauwe woordgrappen. Dus mag ik even een hele paar flauwe raadsels met jullie doen? Nou, heel graag. Ja. Oké. Hij mag niet naar buiten. En als hij een agent ziet, lost hij op in rook. Geen idee. Hans avondklok. Oké, hij mag de deur niet uit. Hij mag de deur niet uit en hij heeft een bochel. De avondklokkenluider van de Notre Dame. Ja, heel goed. Blijf erbij. Hij mag de deur niet uit en hij is de assistent van de rechercheur op de Wallen. De avondklok met CLOCK, inderdaad. Oh, wacht even, wat hoor ik? Nee, ik hoor echt iets. Oh, dat hoort set, iets. Nee, de Seth Gijkema die zich omdraait en zijn graf. Sorry, ga verder. Weet je trouwens hoe Seth Gijkema is overleden? Dat is wel een sneu verhaal. Nee, geen idee. Hij is met zijn auto uit een flauwe bocht gevlogen. Right, kolompje doen dan maar. Ja, dames en heren, Wouter Mulder. Ja, het is zover. We hebben dus een avondklok in Nederland. Heel veel landen in Europa gingen ons al voor. Tsjechië, Cyprus, Italië, Spanje, Roemenië, Letland, Luxemburg, Slovenië, Portugal, Frankrijk, België, Duitsland. Kortom, iedereen die ons punten geeft tijdens het Songfestival had al een avondklok. Maar ja, wij hebben een naam hoog te houden waar het traag reageren op corona betreft. Dus kwam er eerst nog even een debat. Want de ChristenUnie wilde eerst bewijzen zien. Echt, ChristenUnie? Jullie willen bewijs zien? Oké. De VVD wilde ook geen avondklok. Maar ja, zij wilden één ding nog minder graag. En dat was aandacht voor de nasleep van de toeslagenaffaire. De PVV die was ook fel tegen. Wat ik raar vond, want die zijn normaal gek op dingen die de nazi's 75 jaar geleden ook al deden. Uiteindelijk kwam er een compromis. Hè? Wel een avondklok, maar dan van 9:00 s'avonds tot 4:30 s'ochtends. Zodat zo min mogelijk mensen er last van hebben. Terwijl zo'n maatregel werkt juist het beste als hij effect heeft op zoveel mogelijk mensen. Net zoals stemmen voor de Gouden Radioring alleen zin heeft als zoveel mogelijk mensen het doen. Dus doe dat, het kan tot donderdag. Kijk, begrijp me niet verkeerd, hè? Ik sta er ook niet om te springen. Maar als dit helpt om sneller weer terug te kunnen naar normaal, bring it on. Ik wil weer optreden, gewoon spelen voor een grote uitverkochte zaal. Want daar heb ik hele goede dingen over gehoord. weer naar een festival kunnen, weet je, op Werchter gewoon met een nep accent vragen om 2 pintjes en een cola. Omdat ze dan net wat vriendelijker zijn dan wanneer je vraagt om 2 bier en een cola. Echt zo, ja. Ik wil ook weer naar een concert. Mijn laatste concert was alweer bijna een jaar geleden. En ik weet het nog goed. Het was in de AFAS Live bij Stereophonics. En ik stond een meter of 8, denk ik, voor het podium. En ik weet nog, links van me stond een meisje. Een knap meisje, met je blond haar. Ze had mooie, volle lippen, grote ogen. En we stonden zo dichtbij. Ik kon haar parfum ruiken. Als ik nu terug zou kunnen naar die avond, weet je, met de kennis van nu, dan zou ik doen wat ik toen niet durfde. Ik zou naar de toe buigen en zeggen: hey, hou je bek, stomme koe, want je lult er de hele tijd doorheen. Zelfs dat mis ik. Me gewoon weer ergeren aan mensen die kletsen tijdens een show. Oh. Maar om naar die tijd terug te gaan, hebben we niks aan zachte heelmeesters die niet in durven te grijpen uit angst dat het ze zetels gaat kosten. En in maart zijn er weer verkiezingen. En waarschijnlijk wordt de VVD van Mark Rutte weer de grootste partij. Terwijl zij al 10 jaar lang zorgen voor de meest stinkende wonden. De bonnetjesaffaire, kaalslag in de cultuursector, de problemen in de jeugdzorg, de toeslagenaffaire, integriteitsproblemen en het beschamende creatieve boekhouden om maar geen enkele vluchteling extra op te hoeven nemen uit het ijskoude en zeiknatte vluchtelingenkamp op Moria. We zitten nog wel even thuis. Gebruik die tijd nuttig. Verdiep je in de verschillende partijprogramma's en stem niet zomaar op iemand omdat hij nou zo eenmaal goed van de autocue kan lezen terwijl er buiten een wappie op een pan staat te trommelen. Je hebt nog 2 maanden. De avondklok tikt. Oh, wauw. Dankjewel, Wouter. Ja, dat kan echt vanaf nu alleen nog maar bergafwaarts.